Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 15 februari. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. En ik voel me een beetje dom. In de vorige vlog heb ik helemaal verteld van ja en over de hechtingen die er dus uiteindelijk toch morgen uit zouden gaan. Maar ik had verkeerd gelezen. Ze gaan er vanmiddag uit. Ik heb vanmiddag een afspraak bij de huisarts om 4:55. Mijn coach die appte al van ja, ik hoop wel dat ik op tijd ben. Maar ze hadden al gezegd bij de praktijk dat ik wel even moest wachten waarschijnlijk, want ik moet tussendoor. Dus hebben op woensdag weinig personeel. Maar in ieder geval, de hechtingen gaan er vanmiddag uit en ik ben er ook wel klaar voor. Ik zie er verder niet tegenop of zo, want ik heb het al een keer eerder meegemaakt. Wat ik ook vandaag bijvoorbeeld merkte is toen ik het pleistertje eraf haalde, dat er toch wat, ja, nog wel een beetje afgaf. Dat er een beetje viezigheid in zat. Ik doe het nu elke dag dus. Met douchen doe ik de douchestraal erop, was ik het en dan smeer ik het in met vaseline. Maar ja, ik voelde me wel een beetje dom dat ik me zo had verkeken. Maar ik kwam er gewoon op tijd achter, dus er is verder geen probleem. Maar het komt een beetje raar over, omdat ik jullie dus helemaal vertelde van ja, ze gaan er nu toch donderdag uit. En toen kon het ineens wel en bladibladibla. Maar goed, ze gaan er dus uiteindelijk strakjes uit. En ik ben er op zich ook wel blij mee. Ik heb het idee dat het touwtje minder uitsteekt, maar het ziet er een beetje raar uit omdat die zwarte touwtjes erin zitten. Maar goed, dat wordt vanmiddag dus opgelost. Dan ga ik ook gelijk de boodschappen doen, dus dat is prima. Morgen ben ik dan gewoon thuis. En volgende week was trouwens ook geen optie geweest, want volgende week om mijn coach op vrijdag, omdat zij dan op donderdag wat anders heeft. Maar zij appt mij in ieder geval als ze uit de andere plaats wegrijdt waar ze nu is, dus dat komt goed. Gisteravond heb ik naar Married at First Sight gekeken. Ik vind wel dat de laatste, dat het nu een beetje afgeraffeld wordt. De eerste stellen die dan trouwen, dat is allemaal uitgebreid en die huwelijksreis is dan best wel lang. En de stellen die dan daarop volgen, dat wordt allemaal een beetje afgeraffeld. Want nu in één keer moesten ze allemaal op een diner komen. En voor mijn gevoel waren die stellen dan nog helemaal niet zo lang op huwelijksreis. Of ze hebben er minder van laten zien. Dus dat vind ik wel jammer, dat er meer afgeraffeld wordt. Nou, ik heb de vlog helemaal afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt, dus dat is allemaal lekker klaar. Toen ben ik met een Netflix-serie begonnen. Het is Braziliaans. Ik kan de naam absoluut niet uitspreken. Die zal ik even onder in beeld neerzetten. Het is weer een miniserie. Ja, ik weet nog niet zo heel goed. Het was allemaal een beetje bijzonder. Maar goed, ik ben wel benieuwd hoe het afloopt. En daarna heb ik Dr. Tienes gekeken en dat was verder ook allemaal prima. Ik ga zometeen gewoon de woonkamer eventjes doen. Ik ga jullie dan gewoon even meenemen met boodschappen doen vanmiddag. Dat doe ik natuurlijk elke week. Dus dan ga ik dat gewoon eventjes doen. Dus dan ga ik verder van het schoonmaken zo eventjes niks filmen. Ik heb een haartje in mijn lipgloss, heb ik het gevoel. Heel vervelend. Dus dat ga ik zometeen eventjes lekker doen. Eventjes dat alles weer lekker fris is. Want ligt hier overal liggen er kleine kattengrietjes. Oh, als je de gang ook ziet, jongens. Kijk, de gang ziet er momenteel zo uit. Allemaal van die kattengrietjes. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Kijk, allemaal grietjes. Ja, muis. Dus dat ga ik lekker opruimen. Ik ga lekker even aan de gang, mijn muziekje aan. En dan neem ik jullie dus even mee met de boodschappen doen. En dan krijgen we later op de dag de update van dit, als dit eruit is. Dus tijd om even wat te gaan doen. Geluid horen. Mijn airfryer staat aan, want ik ben nog eten aan het maken. Het is echt best wel laat. Ik was ook laat thuis, maar goed. Ik zal even de boodschappen laten zien. Ik heb allereerst voor zaterdag pakjes Wiki gekocht. De aardbeiensmaak. Was heel erg aan het kijken, maar pakjes drinken zijn best wel duur geworden. En ik wilde eigenlijk eerst heel graag van die Capri Sun hebben, maar die zijn echt heel duur. En toen zei ik na het leuk van ja, die pakjes gaan best wel snel kapot. En dat is ook wel logisch.
Ik heb beschuit gekocht. Kijk hoor. Voor Nathalie heb ik 2 blikjes Sprite gekocht. Was nu... Oh, chips. Het is wel zonder suiker. Oh, ik dacht dat het met suiker was. Maar het is dus zonder suiker. Voor bij het eten zaterdag. En ik heb voor mezelf cola. Maar ja, ik heb wel gewoon cola. Dus gewoon met suiker. Maar dit is dus wel suikerloos. Dat heb ik dus niet helemaal gezien. Ik dacht echt dat ik met suiker had. Pakje frikandellen. Kattenvoer. Ik heb het nu bij de Boni gekocht. Want dan was het weer iets goedkoper als bij de Plus. 4 pakjes met kuppensoep. Die waren nu in de aanbieding. Dus die heb ik gekocht. 7 tomaten. Omdat mijn coach dus volgende week op vrijdag komt. Moest ik ook voor die donderdag eten. Dus dan ga ik een soepje maken. Dus ik heb alvast die. Nou, dan heb ik speklapjes gekocht. Die waren in de aanbieding met schoort. De patat. En aardappeltjes. Ik ga even de andere tas pakken. Ik heb ook nog een pakketje. Maar die zal ik morgen even laten zien. Het is nou toch alweer is al laat. Bonen. Die was ook heel moeilijk. Die Plus had dat niet. Ik heb weer de nootjetrucjes gekocht. Voor zaterdag. Ik zou snoep regelen. Heb ik kikkers gekocht. De andere komt zo. Ik heb slaapwinken gekocht. Nou, hier waren nog 2 zakjes met kuppensoep. Een colaatje. Vlaamse frietjes heb ik meegenomen. Daar had ik wel zin in het weekend. Ik heb soepballetjes gekocht met korting. Dus die kan ik dan mooi in de vriezer doen voor de soep. En ik heb bij de Lidl heb ik bodycream gekocht. Dit was met rosé blossom van Shein. Ik zag het staan. Ik was benieuwd. Ik ga even kijken of ik kan ruiken. Ik denk het niet. Nee, zit dicht. Kan ik niet ruiken. Nou, dat komt wel als ik het ga gebruiken. 2 pakken met chocomel heb ik gekocht. Want ja, het gaat best wel hard. Koffiemelkjes. En ik heb hier nog cola flesjes voor zaterdag. Dat is even alles wat ik heb gekocht. Nou, misschien wel de vraag waar je benieuwd naar bent. Hoe was het bij de dokter? Ik moest dus iets langer wachten, want ik moest dus tussendoor. Dat had mijn coach al geappt. Ze was ook ietsjes later, maar ze zegt, ja, je moest toch wachten, want het moest tussendoor. Dus ik moest er rekening mee houden dat ik moest wachten. Nou, toen mocht ik naar binnen en op zich ging het wel. Ze zijn er dus nu uit. Ze moest eerst een heel goed schaartje vinden, want het waren dus hele kleine hechtinkjes. Maar het deed wel pijn. Ik had niet verwacht dat het pijn zou doen, maar ik voelde het best wel. En dat tweede draadje, er zit al een korstje op. En dat tweede draadje was onder het korstje gegaan. Dus dat deed wel eventjes goed zeer. Daar had ik echt wel eventjes last van. Nu voel ik het niet meer. Ik heb het gewoon weer onder de douche even goed uitgespoeld. Dus op zich gaat het wel weer. Ze kan nu goed gaan genezen. Maar zo ziet het er dan uit. Zien jullie het? Zonder de draadjes. Dus nou ja, ik ben benieuwd hoe snel het geneest. Maar ja, het voelt verder wel droog aan. Ik zei ook wel dat ik nog wat spul op mijn pleister had zitten. Toen zei ze, ja, het is gewoon wat wondvocht. Maar ze zei verder wel dat het er rustig uitzag. Dus dat is prima. Ik ga nu zo even verder met eten. Airfryer is nog niet klaar. Dan ga ik straks, als ik de alles heb gedaan, lekker op de bank. Goede tijden kijken. Vanavond ook weer Married at First Sight. Ik moet mijn blogpost schrijven. En ik moet even de vlog uploaden. En daar moet nog even een thumbnail bij gemaakt worden. Ga ik lekker mijn serietjes kijken. Op Netflix en weer Dr. Tinus. En ik ben ook in een nieuw boek begonnen. Dus die ga ik dan weer lekker verder lezen. Dus dat wordt verder mijn avond. Maar nu ga ik eerst in ieder geval zo eventjes de boodschappen opruimen. En mijn eten verder opeten. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Dus tot morgen zou ik zeggen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 16 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik ben wakker geworden met een niet superleuk bericht. Nathalie is namelijk ziek. Als ik de symptomen zo hoor, lijkt het heel erg op de griep. Gisteravond heb ik er even gesproken. Toen zei ze al dat het niet super lekker ging. En toen vanochtend heeft ze toch wel geappt van, ik ga het echt helemaal niet goed. Ik had haar gistermiddag heel even gesproken, want ik had gevraagd of zij 2 blikjes drinken genoeg had.
Maar ja, ik heb ook nog sappen en weet ik veel wat allemaal. Dus dat kwam wel goed. Maar het is nu even de vraag of zaterdag doorgaat. Kijk, ze kan in 1,5 dag misschien nog best wel opknappen. Maar ja, als ze echt ziek is, dan gaat het natuurlijk niet door. Maar je hoopt natuurlijk sowieso dat ze opknapt. Niet alleen om naar de beurs te gaan, maar sowieso. Want ziek zijn is nooit leuk. Dus dat was eventjes minder. Ik heb ook leuk nieuws. Want ik had mijn vader eventjes gevraagd of hij wilde kijken of hij nog het laatste blikje van de stempeltjes kon vinden bij de Action, omdat hij nog wel eens bij een andere Action komt. En ik heb natuurlijk twee Actions gehad. En ik had dus van die stempeltjes in blikjes gekocht. En ik wilde ze heel graag compleet hebben. En ik kon ze niet vinden. En hij stuurde straks al een plaatje van: is het deze? Ik zeg ja. Dus daar ben ik wel heel blij om. Ik zie hem de 27e. Dan moet ik weer naar het ziekenhuis. En dan gaat hij mee. Dus dan neemt hij hem mee. Dus daar ben ik wel heel blij om. Ik heb het wondje. Ik merkte gelijk dat het echt niet meer zo trekt, omdat die hechtingen eruit zijn. Ik heb hem nu eventjes een beetje geprobeerd om te bedekken, maar je ziet hem nog wel. Maar het ziet er zoveel strakker uit nu, vind ik. Nu dat weg is en dit gaat gewoon genezen. Dus had ook al een kostje natuurlijk op vandaar dat hechtingje eruit halen ook pijn deed. Ik ga ervan uit dat het best wel snel geneest. En ja, als ik zie naar dit littekentje eigenlijk hoe weinig je die nog ziet. Heb ik er vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Maar goed, ik moet zeggen dat ik het na een week eigenlijk al dat het me verbaast hoe het erbij ze zit. Het is verder niet blauw geworden of zo. Het kan natuurlijk soms blauw worden. Dus ik ben er eigenlijk heel blij mee. Ik heb gisteravond lekker Married at First Sight gekeken. Dat was wel weer heel erg leuk. Ik vind mijn favoriete koppel is denk ik toch wel Loes en Wigian. Ik vind die twee zo leuk samen. Ze zijn allebei ook niet zo heel erg groot. Dus het past gewoon heel leuk bij elkaar. En ja, ze gaan ook heel leuk met elkaar om. Dus ja, ik denk wel dat dat echt mijn favoriete koppel is. Maar ik heb ook echt wel het vermoeden dat hun ook wel bij elkaar zullen blijven. Je weet natuurlijk niet wat er later gebeurt. Maar dat is wel echt mijn favoriete koppel, zeg maar. Dus dat was wel heel leuk. Nou ja, tussendoor had je natuurlijk even die stand van de Giro 555, omdat ze gisteren die grote actiedag hebben gehouden. Er was een behoorlijk bedrag opgehaald. Ik weet niet meer precies hoeveel, maar er is heel veel opgehaald. Dus dat is natuurlijk mooi. Daarna heb ik mijn blogpost geschreven, heb ik de thumbnail gemaakt voor de vlog die inmiddels online is. En heb ik weer mijn Netflix-serietje gekeken. En eventjes, Dr. Tinus, dus dat was het ook. Ik heb weer een beetje last van de traanoog. Het is weer een beetje vervelend, maar maakt niet uit. Ik wil zometeen eigenlijk nog eventjes een extra video opnemen. Want ik wil eigenlijk eventjes de boekenvideo alvast opnemen. Dan heb ik die klaar. Verder wil ik even gewoon nog kleine klusjes doen. Er moet nog even een wasje naar boven. Ik moet nog even een suikerpotje bijvullen. Dat soort dingen. Want ik zit al weken heel onnozel suiker te scheppen. Dus gewoon eventjes wat kleine dingetjes. Dus ik ga jullie in ieder geval gewoon proberen mee te nemen vandaag. Ik ga ook alvast mijn trolley pakken. En alvast een tas, weet je wel. Dan staat het klaar. Ik zie dan wel of dat het doorgaat, ja of nee. Maar ik ga nu eerst even stofzuigen en eventjes de kattenbakken scheppen. En dan ga ik eerst eventjes een video opnemen en daarna dus even wat kleine klusjes doen. Thank you.
Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Ik ben ook wel even lekker bezig geweest. Suikerpotje dus aangevuld. Even weer wat make-up recht gezet, want dat was ook weer een bende geworden. Want het roteren begint nu op te schieten. Dus dan ja, heb ik het allemaal alweer mooi een beetje klaar. Nu ga ik zo even wat drinken. Ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer meester Frank Visser. Misschien nog even gamen, moet ik eventjes kijken. En dan ga ik verder de foto's bewerken. Mijn Netflix serie kijken en weer Dr. Tieners. Dus dat wordt het verder ook. Dus niet heel veel spectaculairs. Maar ik had nog beloofd jullie het pakketje te laten zien, bedenk ik ineens. Dus ik zal er eventjes bij pakken. Ik ga die eventjes neerzetten. Zo, dat was ik helemaal vergeten. Ik had namelijk eventjes een hoesje besteld. Wow, een insteekhoesje voor mijn iPod. En dat is deze. Gewoon zo'n hoesje. Dan kun je je iPod zo insteken en er dus gewoon zo uittrekken. Ik kan even kijken of het past. Ik zal even pakken. Hier de iPod. Die steek je er dan gewoon zo in. En als je hem dan uit wil hebben, trek je hem omhoog. Dus dat is ideaal. Maar die had ik dus eigenlijk gehaald voor zaterdag. Maar ik weet dus niet of ik hem ga gebruiken nu. Maar anders komt hij sowieso wel van pas. Dus dat was hetgene wat ik had binnen gehad. Je hoort op de achtergrond de wasmachine. Want ik heb even mijn dekbed erin zitten. Maar die is eigenlijk iets te groot. Maar het moet maar eventjes. Nou, ik ga nu eventjes nog lekker relaxen. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien. Verder ga ik niks meer doen. Dus even wat drinken en dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 17 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb echt onwijs slecht geslapen. Ik heb nachtmerries gehad. Dat was helemaal niet fijn. Ik had om 11:30 een afspraak met het ziekenhuis dat ze me zouden bellen omdat de uitslag binnen zou zijn van het bultje wat ze hebben opgestuurd. Nou ja, dan maak je een afspraak. Uiteindelijk bellen ze om 10:30. Nou ja, goed, ik heb het. Ik kwam erachter dat ik gebeld werd. Dus nou ja, prima, weet je. Maar ik snap niet zo goed waarom ik een afspraak maak. Maar het goede nieuws is dat het bultje niet kwaadaardig is. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Het was verder eigenlijk gewoon allemaal goed, maar ik ben nog steeds wel blij mee dat het weg is. Ik heb het gevoel dat er een haar in mijn keel zit. Ik denk een klein kattenhaarsje, maar het gaat ook niet mee met slikken, ook niet met drinken of wat dan ook. Met eten is het ook niet meegegaan. Dus of het daadwerkelijk een haartje is, dat durf ik ook niet te zeggen, maar het voelt ook niet heel fijn. Ja, het goede nieuws is wel dat ik een berichtje kreeg van Nathalie dat ze denkt dat morgen door kan gaan. Dat ze zich wel een stukje beter voelde, dus dat is natuurlijk heel fijn. Het is nog niet helemaal top, maar het was in ieder geval beter als wat het geweest is. Dus fijn dat ze in ieder geval zich beter voelt en ook dat we dan morgen toch nog weg kunnen. Dat is wel heel fijn. Dan heb ik ook nog te maken gehad met een rare soort vlieg, een gaasvlieg. Die is dus helemaal groen. Gisteren vond ik een vlieg op het vensterbankje in de gang. En van de week had ik dus met slapen, toen zat er zo'n rare vlieg op het plafond. Ik keek ernaar, ik denk, wat is dit? Toen was het dus een gaasvlieg. Het zei mij verder niks, ik kende het niet. Maar ja, die schijnen dus, die zijn helemaal groen. Mocht je het niet herkennen, zou ik eens googlen als ik jou was. Als je het wil weten tenminste. Zo'n hele rare soort vliegen. Was dat eigenlijk al het gezeur wel. Ik heb eventjes een aspirine ingenomen, want ik heb wel hoofdpijn, dus dat is allemaal wel prima. Ik heb gisteravond naar meester Frank Visser gekeken. En het ging over twee buren. Die waren in het begin best wel goed met elkaar. De buurvrouw had zelfs de sleutel van de buurman om eventueel pakketjes aan te nemen. En nou, allerlei andere zaken. Toen heeft zij een puppy genomen, een labrador. En daar heeft hij eigenlijk vanaf het begin af aan eigenlijk al bewegingen, soort schopbewegingen tegen gemaakt. En hij beweerde dat de buurvrouw hem terroriseerde met haar hond en dat zij die hond ophitste om hem te bijten en dat soort dingen, dat hij gebeten zou zijn door die hond. Hij had zelfs een rolstoelmat, had hij gejat van de buurvrouw, die lag voor haar deur. Nee, die is van mij, had hij gezegd.
Ik had heel erg veel medelijden met de buurvrouw. Op een gegeven moment zitten ze bij de hoorzitting. En als iemand een verhaal ging vertellen, hij zegt elke keer, nee, klopt niet. En dat werd zo'n standaard ritueeltje. Het was elke keer, nee, klopt niet. Hij liet mensen ook niet uitpraten. Ik had op een gegeven moment echt zoiets, ik wil die vent door de tv heen trekken. Gewoon omdat hij zo vervelend is om de waarheid te zeggen. Nou ja, uiteindelijk moet je ook echt wel mensen uit laten praten. Gelukkig heeft de buurvrouw gelijk gekregen, want ze hebben ook met een hondenexpert gekeken. En die hond die was gewoon absoluut niet gevaarlijk. Gewoon lekker speels, maar een hartstikke lief beestje. Dat straalde hij eigenlijk ook uit. Gewoon enthousiast speels. Maar absoluut niet dat hij zou bijten of wat dan ook. Dus ik was heel blij dat de buurvrouw gewonnen heeft. Die buurman liep ook direct weg naar de uitspraak. Hij was er blijkbaar niet mee eens. Hij moest ook de rolstoelmat teruggeven, want die behoorde niet tot hem. Hij kon niet aantonen dat die van hem was. Dus ja, ik was wel heel blij dat die buurvrouw gewonnen had. Maar wat een vervelende buurman zeg. Je zou er maar naast wonen. Ik heb gisteravond de foto's bewerkt. Dat is allemaal gelukt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en Dr. Tinus. Dus dat was het ook. Ik heb nog Ajax gekeken. Dat was niet echt heel, heel spannend. Want het is 0-0 gebleven. Niet heel hoogstaand. Het leek erop dat ze op achterstand kwamen. Maar dat goal was afgekeurd. Dus Ajax kwam er goed mee weg. Maar het was niet best eigenlijk gewoon. Het spel niet. Ja, is ook wel lastig hè, tegen het buitenland, maar het was niet zo goed in ieder geval. Ik ga nu in ieder geval even stofzuigen en de kattenbakken doen. Dan ga ik de slaapkamer aanpakken, dus die moet er even schoongemaakt worden. Dus dat ga ik eventjes lekker doen. Ik ga het een beetje rustig aan doen, omdat ik dus last heb van mijn hoofd. Maar ik ga jullie in ieder geval weer meenemen. Ik wil jullie nog even iets laten zien wat zo raar is. Nou, ik heb ooit zeg maar zo'n setje gekocht van Paul Frank. Weet je wel, dat leuke aapje. Er zaten allemaal lipsmakkers in. Nou, dan had ik er eentje. En deze is met carrotcake. Nou, dat ding is zo vies. Er zit gewoon een soort van peper in. Ik kon het niet zo goed handelen. Maar goed, het is hier een bende. Ik ga lekker opruimen, dus ik ga jullie meenemen. Lekker klaar, de slaapkamer is weer helemaal schoon. Ging uiteindelijk wel sneller dan ik had verwacht. Ik begon wat later, want ik was even met Nathalie aan het bellen. We waren even aan het brainstormen over welke route we nou morgen gingen nemen. Nou, zij is eruit gekomen. Aan mij heb je gewoon op dat gebied niet zoveel, want ik reis nooit met de trein. Ik snap daar echt helemaal niks van, maar haar is het wel gelukt, dus dat is top. Dan moeten we vanavond alleen nog even een tijd afspreken. Ik heb ook alle spullen al naar beneden gehaald, dus kan ik vanavond klaarmaken dat alles klaar staat. Dus dat is ook top. Ik heb eventjes de dekbed overtrekken in de wasmachine zitten. Ik ga ervan uit dat die niet heel lang meer nodig heeft. En dan kunnen die nog even de droger in. Dat is ook wel weer fijn. Dan heb ik dat ook weer schoon. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En vanavond, ja jongens, ik zit er klaar voor. 8:30, nieuw seizoen, Flikken Maastricht. Ik heb er zo naar uitgekeken en vandaag is de dag dat het weer begint. En ik ben zo benieuwd. Ik heb er zoveel zin in. Dus daar ga ik echt intens van genieten. Ik ga de video in elkaar zetten. En de blogpost schrijven. Dan ga ik nog wel even Netflix en Videoland kijken. En dan ga ik ook lekker slapen. Want de wekker zal morgenochtend weer op tijd afgaan. En dan moet ik natuurlijk wel weer een beetje fit zijn. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen.
De zon die gaat een beetje raar schijnen, dus het licht moet er ook niet beter op. Maar goed, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag, 18 februari. Nathalie is er al, die zit tegenover mij aan tafel. Hi Nathalie. Hallo. Nathalie is helaas toch een beetje ziek geworden weer vannacht. Ik vind het niet zo heel lekker. Dus we gaan even kijken of ze er zo wat tegen in kan nemen eventueel. Maar dat is eventjes de vraag. Wij gaan naar de huishoudbeurs. Heb je er verder zin in? Nog niet zo. Nee, dat snap ik. Want ik ben 6 keer wakker geweest of zo. Ja, jij hebt ook al zo broert geslapen. Ik dus ook. Ik kon gewoon niet in slaap komen. Ik moest echt, weet ik hoe vaak, uit bed om naar de wc te gaan. En dat was echt heel vervelend. En toen dacht ik op een gegeven moment echt, ik moet nu echt slapen. Want ja, de wekker gaat op tijd en dat lukte gewoon niet. Ja, maar dan lukt het dus juist niet. Als je gaat focussen op ik moet slapen, dan gaat het mis. Ja, maar nee. Het was op een gegeven moment was het echt zo vervelend dat ik aan de tekenfilmpjes van vroeger ging denken. Oh, hoe dan? En toen bedacht ik... Tijger? Toen ging ineens... Nee, tijgertje. Dat mag niet. Toen dacht ik ineens aan Phineas en Ferb. En toen, omdat ze zongen 104 dagen zomervakantie. En toen dacht ik van, hoe lang is dat eigenlijk? Maar het waren de 101. Of 101. Nou ja, goed, maar dat is nog best wel lang. En toen ging ik dat letterlijk liggen uitrekenen. Volgens mij ben ik daartussen ergens een keer in slaap gevallen. Ik ben verder al klaar. Nathalie had even de make-up meegenomen, want het was weer een beetje hectisch. Maar we gaan jullie vandaag meenemen. Ik heb gisteravond weer heerlijk genoten van Flikken Maastricht. Dat was echt fantastisch. Ik had wel zoiets op een gegeven moment van, er gebeurde iets. Ik zal niet vertellen aan het einde wat er echt gebeurde. Maar ik geloof dit pas als ik het resultaat zie. En dat is nog weer even afwachten. Maar dan gaat het echt ook wel weer. Dan is het ook altijd wel weer heel snel afgelopen en zo. Maar het was verder heel erg leuk. Ik heb, hoe kan dat? Het is de eerste aflevering, toch? Ja, maar het ging verder naar het vorige seizoen. Oh. En dat eindigt al best wel met een cliffhanger. En daar gingen dus nu mee verder. Maar ja, Eddie is gewoon best wel een taaie man. Zeg maar. Oh, ik dacht dat hij dood was. Ja, nee, ik kijk het nee, nog, dus. Nee, hij was dus nog niet dood. Nog niet, oh. Nee. En die is kan nog komen. Of niet? Ja, nou ja, dat geloof ik dus pas als ik het resultaat zie. En nou ja, goed. Ik heb de video weer in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen heb ik nog eventjes Netflix gekeken en Videoland. En toen ben ik gaan slapen. Wij zitten even aan de chocomel. Maar goed, we gaan jullie dus vandaag gezellig meenemen naar de huishoudbeurs. Dus, ik ben benieuwd hoe druk het is, want het is openingsweekend. Daar had ik dus nooit over nagedacht. Nee, ik dus ook niet eigenlijk. Want omdat ik dus eigenlijk dacht dat die donderdag al open ging. Maar dat kwam door shownieuws. Donderdag zag ik dus op shownieuws dat ze een run hadden gedaan met Fred van Leer en Wendy van Dijk. Toen dacht ik, oh, dus hij is al geopend. Maar toen zei Nathalie gisteren, ja, maar hij gaat vandaag pas open. En inderdaad, toen zag ik ineens dat ze de opbouw nog aan het doen waren. Dus die had ik niet helemaal ingecalculeerd. Maar dat hebben wij volgens mij nog nooit gedaan. Nee, want wij zijn altijd, meestal gingen wij de laatste dag. Ja, maar dat kon niet, want dat is een donderdag of zo. Ja, nou ja, goed. We gaan jullie in ieder geval gezellig meenemen vandaag.
Yeah.
Nou, wij zijn inmiddels weer thuis. Ik heb niet heel veel gefilmd op de huishoudbeurs. Nathalie ligt eventjes lekker met een kruidje op de bank. Je hebt wel echt, je hebt last van je maag. Oh, ik heb zo'n maagpijn. En dat was ook, ze vond het ook wel echt wel heel zwaar, hè? Ja, ik heb het wel een beetje onderschat. Maar met Lente toen was ik, denk ik, 19 of 20 weken. En nu 25, dus dat scheelt ook nogal. Ja, Nathalie is al best wel ver op weg, inderdaad. Mijn piercing was ik ook verloren, dus ik heb er nu even voor nood een ringetje in gedaan. Hij zit nog niet eens dicht, merk ik ook nu, trouwens. Nee, maar... Ik moet hem wel even dichtklikken zo. Nou, we hebben even eten besteld, we wachten op het eten. Wat vond je er verder van? Ik vond het een leuke dag. Vond het 9... Sorry mensen, ik kijk niet in de camera, maar er is vermoeide ogen. Ik vond de 9-maandenbeurs leuker dan de huishoudbeurs. De huishoudbeurs viel heel eerlijk gezegd een heel klein beetje tegen. Maar dat komt misschien ook voor mij persoonlijk, omdat ik best... Ik heb eigenlijk de hele middag wel maagpijn gehad. Dus dan loop je al niet lekker en ik was heel veel benauwd. En klopt. Dat ik het idee had dat ik echt... niet ging flauwvallen, maar wel dat ik dacht, wow, ik kan even niet lopen.
Nee. Dus dan loop je er ook minder lekker. Dat klopt. En ik had zelf... ik miste ook wel kramen. Zoals de Remia stand, die stond er nu niet. En dat is niet echt per se gemist. Zes hallen daar. Nu geloof ik drie of zo. Ja, drie en de hallen waren veel minder. Dat hoorde ik ook echt wel van meerdere mensen. Die zeiden van ja, het is veel minder nu. Nou ja, ik had nog even een aanvaringje met een vrouw. Die was een beetje boos op mij. Ja, eigenlijk, ik heb ook echt heel weinig gekocht. Ik ga er wel een shoplog van opnemen hoor, maar het is niet superveel. Nou ja, eigenlijk ook niet. Ja, vooral babyspullen. Hè? Ja, ik zat even te denken. Ja, jij hebt voor jezelf... Babyspullen en puzzels. Alleen puzzels. Het optreden van Xander vond ik wel heel leuk. Ja, maar weet je, dat vond ik ook al leuk. Maar dat is dan, dat komt er zo klagerig over. Maar ja, ik heb het al een keer gezien. Ik bedoel, het blijft leuk hoor. Het is gezellig en... Maar goed, dan is het einde van de dag en ik had... Nou ja, goed, we hebben 10 minuten, kwartiertje gezien en toen had ik ook echt... Ik heb er wel wat van gefilmd, maar ja, ik vond het op zich wel weer leuk om er zo even mee te maken. Ik vind ook echt wel dat hij goed live kan zingen, dat moet ik hem wel nageven. Dat doet ook niet als iedereen. Als het live is, ja. Dit was absoluut live, want ik merkte ook, hij begon op een gegeven moment begon die afscheid te zingen... En nou vroeg ik me in eerste instantie af, is dit heel verstandig wat je nu doet? Maar ja, het is wel zijn nummer natuurlijk. Waarom zou dat niet verstandig zijn? Nou ja, Glennis Grace heeft het gecoverd, hè. En die wordt niet zo heel mooi goed ontvangen momenteel. Ja, nou ja, maar goed, als het zijn nummer is. Het is ja. Zijn nummer. Het is officieel zijn nummer. Maar ik merkte ook wel dat het ook af en toe wel wat anders was. Maar ik merkte zeker wel dat het live was. Want op een gegeven moment ging een vrouw met hem dansen. En toen moest hij ook gewoon een beetje lachen. Dat hoorde je door het zingen heen. Oh. Dat vond ik echt wel heel leuk. Maar inderdaad, qua kramen daar... Ja, dat vond ik gewoon ja, toch wel iets minder. Maar het is zo, dat zeiden we al. Het is ook wat je een beetje gewend ja. bent. Want en wat heeft je voorkeur? Er is één hal geweest, zeg maar. Was een hal met allemaal interieur dingen. Maar dat trekt ons niet zo. Maar nee. Goed, dan heb je al niet zo heel van... Ja, het is leuk om er even door te lopen. Ja, het is maar wel goed, leuk om even heb je te niet kijken. Zo heel van maar in de hal. Nee, dat klopt. Dat vond ik ook wel. Dus ja... Zou ik per definitie aanraden om te gaan? Dan zou ik zeggen nee. Ja, weet ik niet. Als je het kijkt naar de hele dag... Ik heb wel een hele leuke... Okay, ja, absoluut. Dat ik... Nu dan, hè, want dat, kijk, weet je, ik ben altijd moe, maar dat is logisch. Ja, dat heb ik nou eenmaal en je wordt ook moe van. Dus, maar buiten die maagpijn vond ik het ontzettend leuk. Ja, ik vond het ook, voor mij een beetje ja, ik vond het ook absoluut. Het was gewoon super gezellig om met elkaar weer op pad te zijn. Maar als iemand nu zou denken, zou ik naar die huishoudbeurs moeten gaan? Dan zou ik denken... Ja, weet ik niet. Want ja, dat is dus inderdaad, ja, dat is weer het persoonlijke stukje inderdaad. Er was iemand die vroeg aan mij, is de 9 maanden beurs een aanrader? Ja, dat ligt eraan wat je er zoekt. Ja, dat klopt. Dat is ook... Kijk, voor de gratis spullen kon je op de 9 maanden beurs. Ja, maar dat was nu op de huishoudbeurs, kreeg je bijna niks gratis. Nee, dat was de vorige keer al niet meer hoor. Nee, het was wel minder, maar... Want weet je, we zijn Nederlanders en we zijn dingen gewend en ja. We gaan dingen veranderen. En de een klaagt over, oh, de Red Bull stand is er niet meer. We krijgen geen gratis Red Bull meer. Wat ik overigens niet erg vind, want ik vind dat echt pijnigend om te zien nu. Ja, maar, ja. En de ander klaagt dat ze een gratis prijs mogen draaien. Dat ze dan een butter winnen in plaats van een t-shirt. Ja. Die mensen hoor je ook. Ja. En de volgende die klaagt omdat er met zo'n trolley over je poot wordt gereden. Ja, dat is ook een beetje risico van het... Vak, ja. Ja, weet je, we zijn ook Nederlanders en we nemen niet snel genoegen ik met heb, wat het ik, is. Wel, wat mij ook opviel, ik heb ook veel minder bekende Nederlanders gezien. Wat mij normaal bijvoorbeeld heel erg opviel, ik heb altijd Utopia gevolgd. Ik heb echt jaren achtereen, heb ik alleen maar Utopia sterren daar zien staan, die daar wat promoten. De enige die we dan hebben gezien zijn Xander en is Caroline van der Plas. En die kende jij niet eens. Nee, ja, kijk ook geen tv, dus nee, dat precies. Ook dus ja... Nou ja, dat was het eigenlijk een beetje. Nou nee, ik vond het heel leuk. En het op zich, de stands met de food hall vind ik ook normaal heel leuk. Alleen omdat ik nu zo met die maag zat en het wilde niet. En het was 2:30 voordat we een keer wat hadden gegeten. Ja. Of 3:15 dat we weggingen. Ja. Dat ik dacht, nou laten we die stands dan maar overslaan. Maar dat is normaal ook leuk om te kijken. Maar goed, ja... Ik heb het gewoon heel intensief ervaren. Maar dat is logisch. Maar dat komt ook nu. Omdat tegenwoordig moet je voor de 9 maandenbeurs moet je een kaartje kopen. Dat was eerder niet. Dan kon je zeg maar vanuit de huishoudbeurs ook door naar de
negen maanden beurs. En dat zat nu dus ook En dan was er inderdaad anders. Maar één hal negen maanden beurs en nu drie. Ja, en dat was dus wel meer. Dus ik snap op zich wel dat ze daarom wat meer... dat ze daarom er geld voor vragen. Maar ik was heel erg gedesoriënteerd. Omdat eigenlijk waar nu de negen maanden beurs gehouden werd... daar ging je normaal ook zeg maar de beurs zelf in. Ja. En dat vond ik een beetje verwarrend. Daar raakte ik een beetje van in de war. Maar het optreden vond ik dan wel beter geregeld. Dat zat eigenlijk echt heel dicht bij de ingang. Dus als je ook weg wou, was je ook heel rap weer weg. Ja. Dus dat vond ik op zich wel goed. Nou, en wat ik ook wel goed vond. Bij de uitgang krijg je vaak blikjes drinken. Dat is elk jaar nog geweest. Ja. Nu ook niet anders. Maar nu kreeg ze die standaard ja, open. Klopt. En nu krijg je een dichte. Dat ze ook wel naar de hele coronasituatie zijn. Maar dat ik denk, dat is wel ideaal. Want als je dan met al je spullen loopt naar het station. En ik had echt mijn handen vol. Ja. Dan kan je in ieder geval het blikje nog ergens en in de tas drukken. En ook een full size. We hebben ook eens gehad dat je gewoon een klein blikje kreeg. Was natuurlijk ook prima. Maar nu hadden we echt wel een groot ja, blikje. Red Bull niet. Want die hebben ze natuurlijk alleen klopt. Maar volledig. Maar ja. Nee, het was gewoon prima. Maar goed, ja, weet je, dat gratis. Maar dan lopen ze het niet meer mee te kopen met die gratis dingen. Kijk, het zal toch nee. wel... Heel veel mensen zullen daar dan komen voor de gratis zooi en niks kopen. Dat zal ook ongetwijfeld ja, gebeuren. Tuurlijk. Dus ze leveren te weinig op. Dat is ook wel zo. Maar ik, ja, wat wij eigenlijk ook al zeiden, het was de eerste weekend. Eigenlijk na drie jaar is de beurs er weer. Het is echt vandaag begonnen. Dus we hadden wat meer spektakel daarin. Ja, gehad. Maar we hebben de opening niet gezien. Omdat nee, we uiteindelijk nee. eerst aan die negen Klopt. Maanden beurs zijn gegaan. Omdat je niet kan switchen tussendoor. Nee, dat was dus een Alhoewel, beetje lastig. Ik later wel dacht, als je daar een stempel had gevraagd, had het misschien ook gekund. Ja, misschien wel. Ja. Maar goed, ja, moet je dat willen. Ja. Maar inderdaad, ik miste bepaalde kramen. Want voorheen had de Zeeman ook een kraam op de huizenbeurs. En de Blokker. Kruidvat. Blokker, en... die was er ook nee. niet meer. Nou, vroeger was ook de Op is Op shop er nog wel eens. Maar die bestaat natuurlijk niet meer. Is die helemaal weg? Volgens mij bestaat die helemaal niet meer. Het lijkt net, film even vanaf boven, dat ik wel op een kussen lig. Het lijkt net alsof ik nu heel charmant zo tegen jou aan lig. Dat is niet nee. het geval. Mocht haar ook niet helpen. Ik zei, geef maar aan mij. Nee, nog zelf dan. Ja, maar dat is heel irritant. Want dan denk ik, ja, weet je, ik moet nog 15 weken. Wordt je wel lekker warm? Ja, hij is heel warm. Oh, oké. Okay. Moet er geen handdoek omheen? Nee, is het wel gewoon lekker zo. Dat je even... Ja. Maar ik moet nog 15 weken, dus ik wil wel een beetje... Ja, ik snap het ook wel. Nou ja, nu verwachten we eigenlijk elke maand ons eten wel. Ja. Dus gaan we zo even lekker eten. En dan denk ik dat jij heel blij bent als je straks weer lekker thuis bent. Ja, dat wel op een gegeven moment. Dan, maar goed, wel, ik ben wel blij dat het door kon gaan. Want ik ja, was ziek van de week. Ja. Nou ga ik even reclame maken. Maar stel dat er nou kijkers zijn die nu jou vroeg kijken, die bij mij iets verwachten. Mijn camera was leeg. Ik had gisteren de hele dag opgeladen. Ja. En toen was ze leeg. Dan ja, ging dan ergens je wel niet goed. Achterheen. Dat was niet fijn. Dus er komt niks van de huishoudbeurs bij mij. Ja, ja, voor mij zit er dan wel een stukje in. Maar ik heb ook niet heel veel gefilmd. Want het was eigenlijk maar was het niet te doen. Nee. Ik ben ook blij eigenlijk ook. Want je loopt uit. Het was... Echt wel heel druk. Ja, dat zou Maar inderdaad, ja, wij hebben niet echt de opening gezien. Het was nee. de eerste dag. Als je daar om 10:45 was, misschien wordt het dan heel spectaculair geopend. Ja. Dat zou kunnen. Maar ja, dat... Is het dan ook. Ja, maar dat het zou kunnen dat we ja, dat gemist hebben. Maar... Ja, ja, dat zou kunnen inderdaad. Dus goed, dan zijn jullie in ieder geval weer eventjes op de hoogte. Ik denk dat het nog even lekker gaat liggen. Dan ga ik zelf eens even een bord pakken voor ons... Ja, wat zal het dan? Moet ik zitten? Want ja, ja mensen, als ja, ik nu zit... Eten, dat wordt namelijk. Ik zou het kunnen, maar het is niet het meest comfortabele. Maar nee, dat is gewoon goed. Zitten, dan zitten die longen in elkaar gedrukt, logisch. Ja. Morgen maar we hadden wel echt mazzel, want we hebben heel lang in de rij gestaan voor het eten. Het was ook veel te laat, maar ja, ik moest heel lang even rusten. Ja. Klinkt echt als een klaagvlog, sorry daarvoor. Maar... Toen heb ik, toen hebben we best wel lang gezeten. Toen gingen we even kijken om toch wat patat te halen. Ja. En toen hadden we eigenlijk patat gehaald. En toen zei ik van, joh, zullen we dan maar een stukje in ieder geval naar de zijkant? Want je nu zijn pad. Toen waren er mensen die, nou ze tikten me niet aan, maar ze zeiden me wel van, hey, willen jullie zitten? Omdat ze zag dat ik het, nou ja, misschien wel wat zwaar had of iets. Ja. In ieder geval dat ik zwanger was. Dus dat was wel heel fijn.
Dat gebeurde in de trein overigens niet meer terug. Toen moesten ze staan. Nee, dat klopt. En mensen zien best wel dat je zwanger bent, maar toch staan ze niet op. En dan had ik het wel kunnen vragen, maar ik had zoiets, nou ja, weet je, prima. Laat maar wezen, inderdaad. Ja, ja, weet je, ergens denk ik, ik kan het vragen, maar de andere kant, ja, je zit met zoveel spullen. Ja. Als ik één tas had gehad, dan was het misschien anders, maar... Ja, dat klopt. Nou ja, goed, wij gaan nu even wachten op het eten. Ik denk dat we even soms samen gaan kijken. Ja. Dus, ik zie jullie in ieder geval later. Zo, Nathalie is inmiddels alweer een tijdje naar huis. We hebben heerlijk gegeten. We hebben even lekker Sam zitten kijken. Samen een stukje weet ik veel gespeeld. Dus dat was wel heel gezellig. Maar toen vond ze het ook heerlijk om naar huis te gaan, wat ik snap. Want het was best wel een vermoeiende dag. Ik ga zo meteen nog eventjes spelletje doen. Eventjes de vlog in elkaar zetten. Dan ga ik straks wel eventjes mijn Netflix-serie kijken en Videoland-serie. Even de trolley leeghalen, want er heeft iets gelekt. Dus ik moet dat ding sowieso eventjes uitwassen. En alles moet er even uit, want alles pikt. Dus dat moet gewoon allemaal schoongemaakt worden. En dat is het ook. Dan ga ik straks lekker vanavond in bed lekker mijn boek verder lezen. Want die eindigde ook wel heel spannend. Dus daar heb ik ook wel zin om verder te kijken. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te vertellen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag. Deze zondag, het is 19 februari. Ik zit op de bank en ik kan er eigenlijk nog bijna... niet meer vanaf komen. Alles doet zeer. Ik heb spierpijn in mijn benen, in mijn armen. Ik voelde gisteren al heel erg mijn rug. Ik had verwacht dat het met het dragen van de shopper eigenlijk erger zou worden, maar het viel reuze mee. Omdat hij niet zo heel zwaar beladen was. Ik kan me gewoon niet meer bewegen bijna. Op dit soort momenten verlang ik zo naar een lekker warm bad. Maar ja, die heb ik niet. Dus ja, dat zijn de dingen die niet kunnen. Ik heb weer gezeurd met de DHL. Ze is een pakketje kwijt. Ze zouden gisteren een nieuwe make-up bezorgen van Catrice. En ze zeggen dat het afgeleverd is, maar ik kan het nergens vinden. Ik heb, het is ook weer van het Duitse DHL. Daar heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb bij een Nederlandse webshop besteld. Dus ik heb al wel contact opgenomen. Maar ja, het is natuurlijk zondag, dus dan hoor je niks. Dus ik hoop morgen wel wat meer te horen. Ik snap er echt werkelijk niks van waar ik moet zijn. Er staat NG bij, maar ik... kan daar niks mee. Ik weet niet wat het is. Dus nou ja, ik moet maar hopen dat dat weer opgelost wordt. De piercing heb ik niet meer gevonden. Ik heb de vlogbeelden gisteren teruggekeken. En toen zag ik dat ik hem 's ochtends nog had toen ik de vlog opende. Dus ik ben hem onderweg blijkbaar ergens verloren. Dus ik ga even een nieuwe kopen. Ik had nog even gekeken in het piercingbakje. Er zat wel wat in wat er eventueel in zou kunnen. Maar dat paste niet. Het was te dik. Het moet een vrij dun staafje zijn. Maar voor nu zit er dus eventjes een ringetje in. En dat kan voor nu wel. Maar het is niet heel fijn. Want mijn oortjes kunnen er niet echt lekker van in. Dus ik wil gewoon eigenlijk weer een staafje. Dus die moet ik even bestellen. Ik heb gisteravond nog even de vlog in elkaar gezet. En ik heb mijn serie gekeken op Netflix en Videoland. En toen heb ik heel even gelezen. Toen ben ik eigenlijk ook gaan slapen. Ik was zo moe. Last van mijn keel ook. Dus ja, dat is eigenlijk wat een dagje huishoudbeurt met mij gedaan heeft. Ik ga vandaag niet zo heel veel doen. Ik heb net even stream gekeken van Nathalie en Frank waren online. Maar ik ga wel even een handwasje aanzetten, want de trolley waar ik over vertelde, die heeft dus een pakje gelekt. Ik dacht in eerste instantie een fles, maar het was dus een pakje. Die is dus helemaal, die was helemaal pikkerig. Ik voel ook in huis dat het wat pikt. Het heeft toch wat gelekt en ik had het al wel weggehaald, maar... ik ben zo blij als ik morgen mijn boeltje weer kan doen. En hopelijk dat ik ook weer wat beter kan bewegen. Ik ga wel eventjes mijn groenten afhalen en mijn foto's maken. Maar voor de rest hou ik het echt heel rustig. Want ik merk nog steeds dat ik heel erg moe ben. En het gaat nog niet top. Dus ja, vanmiddag is Ajax om 16:45. Dat wil ik wel kijken. Moet ik wel op stream doen. Want ik heb geen... het is niet op de zender die ik gratis heb. Ik wilde nog wel even terugkomen. Bij het editen gisteren van de video zag ik bij de beelden die ik heb gefilmd van Xander de Boussonnier. Ik moest heel erg inzoomen, want ik stond heel ver weg. Ik had hem zelf ook niet eens van zo dichtbij gezien dan dat ik op de camera zag. Alleen, je ziet wel dat ik heel erg aan het bibberen ben. Dat ik soms heel erg moeite heb om juist te filmen. En dat komt echt omdat ik heel veel kramp had in mijn armen. Ik kon de camera gewoon bijna niet recht houden. Dat komt echt dus door de krampen die in mijn armen zitten. Dus mocht je denken van het is echt heel naar beeld, sorry daarvoor alvast. Maar dat komt echt omdat ik mijn camera gewoon bijna niet recht kon houden. Het was heel moeilijk omdat ik dus heel ver in moest zoomen om dan echt stil te houden. Dus ik kan me voorstellen dat het een beetje naar kijken was. Maar ik kan er echt niks aan doen, want ik had zoveel kramp. Maar goed, ik ga even wat dingetjes doen en dan laat ik straks even foto's spullen zien.
Zo, ik heb even wat fotospullen gepakt. Ik heb een aantal producten uit de Snow Much Love collectie van Essence. Deze is alleen online te koop geweest. Dus ik ga er nog wel een video van maken, maar hij heeft dus niet in de winkels gelegen, alleen online. Ik heb dan hier een highlighter. En een blush. Een glitter eyeliner, liquid. Ik ben wel heel benieuwd. Dan hebben we hier een liquid lip glow. En ook een glitter lip balm. Dat is wel heel leuk. Dan heb ik hier een Magic Repair nail oil. Dat kan ik wel even gebruiken. Mijn nagels zijn nu heel slecht aan het doen momenteel. Ik had hier van Lottie nog een eyeliner. Dus daar ga ik ook even foto's van maken. De handwas is inmiddels klaar, dus die ga ik ook even verwerken. Dan ga ik eerst eventjes foto's maken van al deze spulletjes. Zo, ik heb de katjes net gevoed. Volgens mij ik sta nog een beetje ingezoomd van het maken van de foto's net. Heb ik eigenlijk verder gedaan? Ik heb wat klusjes gedaan. Ik was mijn herbruikbare wattenschijfjes die ik had gekocht bij de HEMA kwijt. Ik snapte er niks van. Nou, ik heb ze uiteindelijk weer gevonden. Gelukkig, daar was ik wel blij mee. Ik heb even wat opgeruimd, wat dingen, dat wel. De handwas heb ik gedraaid. Ik heb de kleden ook even meegewassen. Die zitten lekker in de droger nu. En dat was het eigenlijk ook wel. Ja, lekkere foto's gemaakt. Die heb ik net even geïmporteerd. Maar ik ben heel traag, omdat me alles zeer doet. Ik ga soms eventjes een stream opzoeken voor Ajax. Even kijken wat die gaan doen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Even de nagellak eraf halen. Want ik ga vanavond een nieuw kleurtje erop doen. Dan ga ik lekker eten. Ik wil eventjes Nieuw Amsterdam gaan terugkijken. Want daar ben ik weer een beetje uit. Dus dat wil ik nu eventjes gaan doen. Ik ga Stegeman op de Bres kijken. Ik ga nog even de foto's bewerken. Dan ga ik mijn Netflix serie en Videoland serie kijken. En dan ga ik nog even lezen. Dan ga ik slapen. Ik ben nu nog steeds moe. Ik ben nog steeds niet vooruit te branden. Dus gewoon eventjes een paar uur goed slapen vannacht. In de hoop dat het allemaal weer een beetje wegtrekt. Ik ga dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 20 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt heel koud. Ik voel mezelf ook niet helemaal topfit. Ik heb hoofdpijn. Ik heb heel erg last van mijn keel. En de spierpijn is er gewoon nog niet uit. Maar dat lijkt me logisch. Maar ik heb me wel eens beter gevoeld. Maar ik heb eventjes een aspirintje ingenomen. Dus dat komt vast wel goed. Of eigenlijk een ibuprofen. Want gewoon aspirines krijg ik niet weg. Het mysterie van het pakket is opgelost. Ik vertelde jullie gisteren over het pakketje van de DHL. Oh ja, dan moeten we even eentje in mijn nek gaan zitten. Gisteravond werd er aangeklopt op de deur. En er stonden twee mensen voor met het pakketje in hun hand. Dus ik doe de deur open en Nederlandse taal was een beetje lastig, maar we konden elkaar uiteindelijk begrijpen. En ja, eigenlijk was het verhaal dat het pakket bij hun was bezorgd en dat het voor mij was. Ik zeg, oh super fijn dat jullie zijn komen brengen. Ik zeg, want ik was het al kwijt en ik wist niet waar het was. Er lag ook geen briefje in de brievenbus. Ik zeg, dat was echt, ik wist het niet. Ik zeg, nee. Maar hun wonen dus op hetzelfde huisnummer, maar wel op een hele andere straat. Ik zeg, er gaat zoveel mis bij DHL. Ik zeg, het is zo vervelend. Ik zeg, maar ik ben zo blij dat het nu terecht is. En nou, echt super fijn. Mijn pakket was er, het is verder ook compleet. Alleen het rare is, ik had dus ook een berichtje gestuurd naar de afzender. Van ja, het is niet bezorgd, het zou bezorgd moeten zijn, maar ik weet niet waar het is. En die vertelde me dat het bij de buren zou liggen. Dat was dus ook mis. Ik weet niet waar DHL mee bezig is. Ik snap sowieso niet dat er nog bedrijven zijn die met DHL willen bezorgen omdat er zoveel klachten overkomen. Ik weet nog wel dat een paar weken geleden kreeg ik een appje van Nathalie die zei van ja, er zou een pakketje komen van de DHL en ik sta letterlijk in de gang en ik krijg gewoon een melding dat ik niet thuis was. Ik zeg, ja, dat is zo irritant elke keer. Maar goed, het is opgelost, dus dat is fijn. Ik ga er verder ook niet over bakken leien of zo, maar ja, het is wel weer eventjes een punt waarvan je denkt van, waar zijn ze mee bezig? Ik heb gisteren even Ajax gekeken. Gewonnen, 4-0. We zijn weer tweede. Lekker. Dus er is nog weer hoop. Ze doen het wel echt veel beter nu met de nieuwe trainer, dus dat is heel fijn.
Ik heb Nieuw Amsterdam teruggekeken, want daar ben ik nu bijna doorheen. Volgens mij wordt morgen al de laatste aflevering uitgezonden, dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat eindigt. Super spannende aflevering ook. Ik heb eventjes Tegenman op de Bres gekeken, dat was ook wel fijn. Ik heb mijn nagels gelakt. Ja, ik kan het lakje nog even pakken voor de mensen die het leuk vinden. Moet je even weg, Nikki. Ik heb hem in de slaapkamer staan. Het was een lakje uit een limited editie. Als ik hem hier zo zie liggen, ja, hier. Het was een Minnie Mouse lakje. Kijk. Met de naam C01 Fashionista. Dus die heb ik opgedaan. Daarna ben ik de foto's gaan bewerken. Dus dat is ook klaar. Toen ben ik lekker mijn serie op Netflix gaan kijken. En heb ik Dr. Tienes gekeken. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik was blij dat ik lag, want ik kon mijn bank bijna niet meer afkomen. Gisteren had een en ander voor jullie gefilmd. Daar ga ik jullie naar laten kijken. Ik ga nu eventjes de bakken doen en alles zorgen dat alles schoon wordt. Gaat me wel een beetje moeite kosten, denk ik, vandaag. Want ik ben gewoon niet helemaal fit. Maar ik ga er gewoon in ieder geval mee aan de gang. Dus ja, ik ga eventjes wat doen. Ik heb in de gang heb ik een kast staan. Daar bewaar ik mijn ondergoed en sokken in, omdat daar boven geen plek voor is. En het ziet er verder gewoon uit als een dressoirkast. Ik kan hem dan even laten zien. En mensen die al vaker mijn video's hebben gezien, weten het waarschijnlijk wel. Kijk, het is deze kast. Hier bewaar ik dat dus in. En die heb ik even naar voren getrokken, want ik zag dat daar best wel wat stof achter lag. Ik wist alleen niet of ik het voor elkaar zou krijgen, maar ik heb gewoon doorgezet. Dus die heb ik naar voren gehaald, daar heb ik achter heel goed stof gezogen. Al het stof weg, gelijk even lekker getweld. Maar toen dacht ik, ja, dan moet de vriezer eigenlijk ook. Dat was wel iets zwaarder, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Daar heb ik ook achter helemaal goed gestofzuigd en getweld. Dus dat is ook helemaal lekker schoon, dat geeft een fris gevoel. Ik vind het sowieso heel fijn dat de gang en de kattenbakken weer schoon zijn. Want ik had verteld dat er wat pakjes hadden gelekt. Dus ja, dat is nu allemaal eruit. Dat is nu allemaal lekker weer schoon gedweld. Ik had wel al een dweld eroverheen gehad, maar het was toch niet voldoende. Moest wel blijkbaar twee keer. Het is lekker schoon. De douche is weer lekker schoon. Dus ja, ik ben eigenlijk wel weer heel blij dat het allemaal toch gelukt is. Ondanks dat ik me niet topfit voel. Ik ga zometeen wel eventjes lekker relaxen. De katten hebben net een eethop. Ja, ik voel gewoon mijn lichaam. Maar ja, het kan ook een beetje griepverschijnselen zijn. Ik weet het niet. Er heerst van alles. Keel gaat iets beter. Ik heb nou ook weer wat meer gedronken. Dus misschien dat die ook gewoon even goed gesmeerd moest worden. Maar na het slapen was hij natuurlijk gewoon droog. Ik ga vanavond helpen mijn man eens klussen kijken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Extra video in elkaar zetten. Blogpost schrijven. Verder met mijn Netflix serie. En weer Dr. Tienes kijken. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Als het goed is, komt mijn morgen mijn nieuwe piercing. Ik heb een nieuwe piercing besteld voor de deze. Want het ringetje is niet zo handig. Want mijn oortjes blijven niet echt lekker zitten. Dus ja, ik hoop dat die morgen weer nu komt. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 21 februari en ik ben klaargemaakt.
Ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat mijn spierpijn eruit is. Ik kan weer normaal lopen. Ik heb de afgelopen dagen echt door het huis gestrompeld. Maar de spierpijn is er nou zo goed als uit. Ik heb de afgelopen dagen wel gewoon mijn sportoefeningen gedaan. Dus misschien heeft dat ook bijgedragen. Dus dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws daarentegen is dat ik het heel benauwd heb. Mijn neus zit dicht. Ik krijg bijna geen lucht. Dus ik ruik ook niks. Op zich vind ik dat niet heel erg. Soms met de kattenbak als dat een beetje ruikt. Nu ruik ik het niet. Maar ik heb het daardoor wel heel benauwd. Ik merk ook nog steeds, ik heb heel erg last van mijn keel. Mijn oor doet inmiddels ook pijn. Dat zijn bij mij echt wel de tekenen dat ik verkouden ben. Maar goed, we moeten door. Dus geen tijd om ziek te zijn. Althans, ik heb de tijd wel, maar ik heb het geduld er niet voor. Dus ik ga het liefst gewoon door tot ik echt niet meer kan. En als ik dan echt ziek ben, dan ga ik waarschijnlijk wel liggen. Maar ik moet het afkloppen. Dat doe ik ook eventjes. Sinds ik alleen ben, ben ik eigenlijk nog nooit echt super ziek geweest. Dat ik niks meer kon doen. Ik ging altijd gewoon door. Ik heb een nieuwe piercing binnengekregen. Ik heb een piercing besteld bij Piercing Mania. Niet gesponsord trouwens. Is gewoon zelf gekocht. En ik heb hier een staafje. Oeh, het is wel heel klein. Maar dat wist ik. En dit is het staafje. Ik denk niet eens dat jullie dit heel goed kunnen zien. Hij zit dus hier letterlijk. Ik kan mijn hand er niet echt voor houden. Wacht even. Die. Met een heel klein balletje ook. Kijk, dit is het balletje. Het is nu inner, het wordt nu in weer ingeschroefd. Ik hoop dat het me zometeen gaat lukken. Want ik heb normaal altijd van die balletjes die erop draait. Maar dat krijg je bijna niet voor elkaar. Dit is trouwens wel een maatje wat er goed in kan. Ik heb er even speciaal op gelet op de website. Dus dat ga ik zo proberen. Want het ringetje wat er nu in zit irriteert me echt als een malle. Ik kon er niet op slapen. Deed heel erg veel pijn. Gisteravond heb ik gekeken naar Help Mijn Man Is Klusser. En ik heb me onwijs geïrriteerd. Deze man had zichzelf opgegeven. Wat op zich best wel knap is als je dat wilt doen. Maar die vrouw die werkte niet mee. Dat was een paar keer hetzelfde liedje. Op een gegeven moment stond die relatie zelfs op knappen. Ze mochten het niet afmaken. Uiteindelijk mochten ze het toen wel weer afmaken. Maar ik kon die vrouw wel door die tv heen trekken. Ik vond haar zo irritant. Ja, vond ik echt niet heel fijn. Maar goed, dat is uiteindelijk allemaal wel weer goed gekomen. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Ik heb mijn foto's. Ik heb mijn blogpost geschreven, sorry. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Daar ben ik bijna doorheen, helaas. En daarna Dr. Tinus. Vanavond is de allerlaatste aflevering van Nieuw Amsterdam op TV. Ik weet nog niet wanneer ik hem ga zien. Want ik loop nog een paar afleveringen achter. Maar ik ben wel super benieuwd. Maar ik vind het ook wel super jammer dat deze serie stopt. Ik ga nu eventjes op twee die piercingen in doen. Even stofzuigen. En dan ga ik zo video opnemen. Ik heb voor jullie van de week al wat gedaan op creatief gebied. Dat zal ik eventjes laten zien, want ik ben weer met de stempelkaarten begonnen. Ik heb vooral wat dingen uitgetekend. Dus dat ga ik jullie even laten zien. En daarna ga ik dit nog even diamond painten. Dus dat is voor nu even de planning. Maar ik ga eerst even kijken of ik die piercingen in krijg, want dat zou wel heel fijn zijn. Dus ja, ik ga even wat doen. De poesjes eten inmiddels hun laatste brokjes op. De piercing is helaas niet gelukt. Het staafje is toch wat aan de te korte kant. Ik merk ook gewoon dat er nu wat meer een korstje op zit. Ik ga vanavond ook weer eventjes lekker. Ik denk dat ik hem straks er even uithaal met douchen. Dan ga ik hem even heel goed wassen. En vanavond ook weer even met de piercing solution doen. Want ja, omdat het allemaal wel goed leek te gaan, heb ik dat niet meer gedaan. Dus dat ga ik nu weer eventjes oppakken.
Maar hij is nu gewoon wat meer geïrriteerd omdat ik erin heb lopen plukken en ja, duwen. Dat is op zich wel een beetje normaal. Maar goed, als ik hem ook niet was verloren, had ik hem nog lang niet vervangen. Maar ik vond staafje toch wat aan de korte kant. Dus ik heb toch even een langer staafje besteld. Die is ook al verzonden, dus als het goed is, is die er morgen. En ik hoop dat ik er dan gewoon weer een echte piercing in kan doen. Dan kan ik er weer van afblijven. Ik heb er nu eventjes een oorbel ingestopt van, ja, eigenlijk een eigen oorbel. Ik had ook nog zo'n oorbel van de Zinzi. Die heb ik er nu even ingedaan. Is niet ideaal, het doet ook wel zeer, maar in ieder geval, dan blijft het gaatje open. En dat is de bedoeling. Ik ga het gewoon even lekker schoon houden. Maar goed, dus ik hoop dat dat morgen gaat lukken. Ik heb de video opgenomen. Ik heb lekker even bullet journal gedaan. Of bullet journal zeg ik. Diamond painting gedaan. Dat was wel lekker. Nu ga ik zo even lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. Vanavond in goede tijden is momenteel wel spannend. Daarna lekker weer Married at First Sight. Daar heb ik wel zin in. En dan ga ik de vlog afmaken. Dan ga ik lekker Netflix serie kijken die super spannend is. Ik zit elke keer op het puntje van mijn stoel. Maar dan is het natuurlijk net afgelopen. En daarna weer door de tieners. En vanavond ook mijn boek uitlezen. Dus dat is verder eigenlijk wat ik vanavond lekker ga doen. We hadden wel een beetje van dat het niet gelukt is. Maar ik heb wel vaker dit soort problemen. Dan bestelde ik een maatje. Bleek het toch niet helemaal goed te zijn. Kijk, ik heb nu de maat gekocht die ze eigenlijk hadden, die ze aanraden bij de website. Maar dan blijkt toch dat bij iedereen dat oor toch anders is. En dat je dan toch eventjes, ja, toch een ander maatje moet hebben. Maar komt vast wel goed. Ik hoop het in ieder geval. En anders zou ik altijd eventjes, als het mezelf niet lukt, maandag zie ik mijn vader eventjes kunnen vragen of hij zou kunnen helpen. Maar goed, we gaan het wel eventjes proberen. Ik ga bij deze weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het in ieder geval heel leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat een belletje. Als je hier aanklikt, krijg je een mailtje zodra er een nieuwe video online staat. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Wat ik nog wel even wilde zeggen is dat ik alweer een spin had in huis. En die heb ik dus even vakkundig verwijderd. Dus daar schrok ik al wel weer van. Maar goed. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!